Dit soort spelers die hoeven wij niet binnen onze vereniging te hebben. Op deze beelden is te zien hoe een worsteling over en weer al snel verandert in een soort veldslag. Het eerste team van VV Uno uit Hoofddorp nam het thuis op tegen het Haarlemse Geel-Wit. Die club van de grensrechter vindt het vreselijk wat er is gebeurd. Ten eerste voor de keeper, laat het dat wel wezen. We weten in ieder geval dat het nu goed met hem gaat. Daarnaast is het geen goede reclame voor de club natuurlijk. De grensrechter is een 34-jarige man uit Haarlem. Volgens de vereniging staat hij niet bekend als agressieve kerel. Die speelt hier al vanaf zijn jeugd en heeft altijd in het eerste gevoetbald op de zondag en op de zaterdag. En eigenlijk een hele rustige, normale jongen en heb nooit iets gedaan eigenlijk. Ook bijna geen gele of rode kaarten ooit gehad. Ik begreep dat de spelers van jullie ook op het hoofd getrapt waren. Ja, klopt. Onze spits die lag op de grond en die werd ook geschopt tegen het hoofd. Het kan zijn dat dat de reden is waardoor die speler in één keer kwam aanrennen en die keeper heeft geslagen. Maar dat gaan we nog eerst intern onderzoeken en bekijken. De club van de keeper wil niet voor de camera reageren. Op hun website zeggen ze, voetbalvereniging Uno keurt iedere vorm van geweld zowel op als rondom de velden af. En zal waar nodig gepaste maatregelen treffen. De geslagen keeper is met een hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. We hebben gisteravond gelijk via de mail eventjes excuus aangeboden en we proberen in contact te komen met ze en ook met de keeper om ook onze excuses aan te bieden dat dit is gebeurd.